En dan gaan we snel even naar de Vogts van de Nul. Stadsvastelandsvereniging de Nul Oetermeun. Ja, dankjewel Tim. Allereerst een groot compliment dat Stichie met Radio Vastelovend hier in Remuin het openingsfeest van Huggie met al deze artiesten met Radio Vastelovend wil vieren. Daar wil ik een groot compliment aan maken. Dankjewel. En veel vinden het een eer om dan ook hier vanavond, en dat doen we dan even gebroken, de zendtijd, om gaat reclame te maken voor onze opening van de Vastelovend. En dat is natuurlijk aad op nu, de tiende van de elfde. Voor de zevende keer. Ik ga even het klokje starten. Oh, het klokje. Ja, want we hebben zo'n 111 seconden. Ja, maar dan doof het gewoon gelangen. Precies, maar goed, ja, weet je wel, dat maakt niet goed. Ik ga nu een klokje starten. Weet je wel, kunt er, hè. Een beetje voor de vormgeving. Hè, van de... Oh, dat is prima. Nou, is gestart. Kom maar, begin maar. Nou, dankjewel. Dat compliment ga ik dus niet nog een keer overdoen. Dat heb ik niet gegeven. Wel chic om te mogen spreken. Na het optreden van Patrick Gerards. Uleslager 2017 à la Limburgia. En we zijn er gerust op dat weer op 10 november van dit jaar, voor de zevende keer, eigenlijk de achtste keer, maar vanwege de nationale dodenherdenking van MH17 in 2014, voor de zevende keer. En voor de vierde keer op het Münsterplein, aad op nu, de tiende op de elfde, mogen vieren voor alle Vastelovensvierders van Remuin en gans Midden-Limburg. Er komen ook heel veel goede artiesten, hè? Ja, zeker. Er komen een heel veel artiesten die vanavond ook hier zijn. De Badmutsen, Roy Selder, Spik en Span. Patrick Gerards, der zojuist geweest is. Björn van Berkel, Fabrizio, La Bamba. En niet te vergeten, de eigen Prinsenkapel van de Nul. En ook als allereigenste damesgarde van de Nul. En ook op die avond gaan we de Uleslager 2018 bekendmaken. Super. En daardoor allemaal onder ons jaarmotto, verdig voor Vastelovend. Dat is het jaarmotto van de Nul in 2018. En we zijn er heel groots op het schoonste plein van Europa. Het Münsterplein in Remuin. De tiende van de elfde. Je hebt geen keertje nodig. Het is gratis en voor niks. De faciliteiten zijn er. De Nul is daar. Remuinse verenigingen zijn daar. De artiesten zijn daar. En het wordt een geweldig, chic feestje. Ja, ik moet zeggen, ik word er vorig jaar ook. Ook bij. Live vanuit het Münsterplein. Een hartstikke leuk feestje gewoon. Ja, zeker. Nou, en veel vinden het ook hartstikke chic dat Geer als Radio Vastelovend de activiteiten niet gerupt. En nogmaals... Dicht als Tim met die hele crew oog op de